Oké, okay, in, in deze video, snel even een overzicht van mijn favoriete GoPro-instellingen. Uh, het is een GoPro Hero 9, maar de uh, meeste van die instellingen komen overeen overal de verschillende modellen. Ik gebruik die voorop op mijn helm, dus die schermen zijn snel vult. Voornamelijk is dat je lens uh, propert natuurlijk. Als ik hem hier gewoon inschakel, en deze heeft een touchscreen van achter, zo van de leefruimte is dus dan vrij breed. En dat gebruik ik, je ziet dat daar staan: Activity, 4K, 30 frames per seconde en uh, Superview. Dus die Superview gaat over het feit dat dat een brede hoek is. En als je, da als je dat aanraakt, krijg je een aantal uh, presets eigenlijk. Ik heb, de, de, heb de, de standaard, de Activity en de Cinematic. De, ik denk dat het voornaamste zijn die Activity en die Cinematic. Dat zijn de twee dingen waar ik het meeste mee film. Dus eigenlijk um, activity gebruiken om op mijn helm gemonteerd rond te rijden en zo dingen te, of andere acties te gaan filmen. Waarbij dat, dat breed gezichtsveld belangrijk is. Als we even naar die instelling gaan. En dan de andere optie, de Cinematic. Die gebruik ik dan weer voor als ik ja, ja cinematische beelden wil maken. Hè. Dat spreekt een beetje voor zich. Ja, en hier ben ik dan in activity mode aan het filmen. En dan zie je dat je veel meer. Je ziet eigenlijk veel meer van de levering. Het heeft die heel extreme brede beeldhoek. Wat ideaal is natuurlijk niet om zo'n dingen te filmen, maar wel ideaal is om euh, actie en sport te filmen. Dus eerst de actiecamera-instelling. Dus ik gebruik 4K en 30 frames per seconde. Als je wil in slow-motion en zo gaan stukken weergeven, dan moet je die framerate verhogen. Dat je dat kunt halveren, dat je meer frames hebt om mee te spelen. Superview is de lens, is de hoe breed het is. En dan hypersmooth staat aan. De hypersmooth, daar moet je mee rekening houden. Dat gaat je beeld gaan stabiliseren. Maar dat, dat kropt ook redelijk wat van je beeld in om die stabilisatie te, digitaal te, te verwezenlijken. En dan, de andere instellingen zitten in, in de protune. En die protune dat is iets dat uh, vrij uniek is voor uh, GoPro. En dat laat eigenlijk toe van je instellingen heel specifiek te gaan aanpassen. Volgens uh, wat dan nodig is. De like, bitterheid -right laat ik op standaard staan, maar je kunt daar perfect een, uh, een hogere bitrite op zetten. Dan ga je een betere kwaliteit krijgen van beeld. Je gaat meer, schaduwen hebben in de... Allee, meer detail in de schaduwen enzovoort. Of in de hooglichten waarschijnlijk ook een beetje meer detail. Maar allemaal ten koste van opslag. Ik laat daar liever op uh, de standaard bitterheid -right staan. Wie die, ja, die is volgens mij goed genoeg. De shutter laat ik, dus dat is uw sluitertijd, laat ik automatisch staan. Die gaat eigenlijk gaan bepalen wat uw belichting is. En dan de compensatie. Dat is uw belichtingscompensatie. U kunt dat in verschillende stapjes hierin staan. Dat zou ik altijd aanraden. GoPro heeft zowat de neiging van iets wat te gaan overbelichten. Ik zou dus altijd aanraden van min 1 of min 1,5 te gebruiken om zo die overbelichting te voorkomen want het probleem met die overbelichting is dat uh, alles in die hooglicht, ligt, ja dat zij de kwijt die details en dat kun je daar dikwijls niet terug uithalen white balance dat is ook iets wat ik uh, gewoon zelf instel op 5500 wat dat gewoon standaard daglicht is um, dat werkt in mijn ogen beter dan dat variabel of automatisch te laten staan want als je het automatisch laat staan dan, uh, dan verspringt dat soms waardoor je vreemde kleuren krijgt nu als je het op een specifieke waarde hebt staan, zoals hier die 5500. Nadeel daarvan is als ik, als ik buiten actie aan het filmen ben, is dat oké. Okay. Maar als ik dan bijvoorbeeld door een tunnel rijd met kunstlicht, dan ga je wel zien dat dat stukje van het beeld dat dat niet gecorrigeerd is en dat dat dus veel te blauw zal zijn waarschijnlijk. En dan moet ik die stukjes waarbij dat ik een verkeerd, verkeerde lichtbanen heb, dan in post pas ik die aan. De minimum ISO zet ik op 100. De maximum ISO kun je best ook wel een klein beetje verhogen. 3200 heb ik daar staan. Dat gaat eigenlijk gewoon... Uh, met die ISO gaat hij ook proberen de belichting goed te zetten. Hij zet eigenlijk de limiet, dus hij gaat alleen maar hoger gaan als het echt nodig is. Maar ik merk wel dat eigenlijk bij 3200 de kwaliteit al niet meer echt super is. Dat is een nadeel van de GoPro, die hebben nog altijd die kleinere sensor. Hè. Sharpness staat hier op medium. Voor, uh, zien. voor cinema beelden zou ik dat zelf durven op low zetten. Ik denk dat die standaard op, uh, op hoog staat. Maar dat zou ik niet op hoog laten staan, want dan wordt het toch wel iets te kunstmatig, te veel verscherpt naar mijn hoesting. Colorprofiel Kleur heb ik voor actieve beelden ook op GoPro laten staan. Maar dat is soms wel iets te veel. Dat gaat eigenlijk je beeld heel fel gaan inkleuren. Dus de, de... Kijk, je ziet het hier ook, gewoon op die houten vloer hier. Zo is het uh, standaard. En als je het naar boven doet, dan wordt dat zo'n blinkende, bijna oranje vloer. Dus dat, dat gaat eigenlijk die kleur en gaan benadrukken. Voor actiebeelden vind ik dat geen probleem. En dat is een klein beetje het GoPro karakter van beeld zo. Dus ik had er op zich geen probleem mee voor actiebeelden. Maar zo straks in het tandenprofiel dat ik dat daar wel uit laat staan. Raw audio, ja als je bij mij in dit geval is dat gewoon... Via hier de USB-C connector dat er geluid van de headset binnenkomt, dus dan moet geen hoge kwaliteitsgeluid zijn en dat kost alleen maar extra opslag Als je dat aanzet, uh, die hier raw audio kunt en medium low high, maar dat gaat dan eigenlijk een afzonderlijk formaat van u, een afzonderlijk bestand voor uw audio ook gaan opslaan. Windgeruis doe ik met de autostand en dan uh, de voorkeur als je de media moet, gemonteerd hebt. Zo zit dan ik binnen en is iets neutraler, valt. Dat is de tweede modus die ik graag gebruik. En dan de rest van de video is dan eigenlijk het overlopen van die instellingen zelf. Als ik dan naar de Cinematic ga, als ik die even verander, dan heb ik die staan op 4K 30 frames nog altijd. Maar de lens staat niet meer op Super View, die staat op Lineair plus Leveling wel. Je kunt ook gewoon linear pakken heb je een breder uitsnede met linear plus horizon leveling wordt er een klein beetje aan de stabilisatie verloren hetzelfde met hypersmooth ik laat die nog altijd aanstaan, staan dat zelf nog op high als je hem uitzet ga je een veel groter beeld hebben maar de hypersmooth is wel een sterk, een sterk element van GoPro ook dat dat zo goed werkt het enige is dat dat dus uw beeld uh, kleine eigenlijk hè. en dat is als voor hier de standaard instellingen en dan gaan we naar de pro tune terug en daar zie je mijn bitrate dan altijd standaard hier zou ik dat wel durven uh, hoger zetten maar uh, op zich zal wel nog shutter auto compensatie min 0,5 ook een 5500 white balance mijn maximum iso heb ik een klein beetje lager laten staan hier juist omdat dat een slechter beeld geeft Sharpness staat hier nog altijd op medium, maar dan mogen ze zelf gerust op low zetten als het voor cinemabeelden is. En dan kleurprofiel, waar ik dat bij die actiebeelden op, dus op die heel felle GoPro kleuren laat staan, laat ik dat hier op een, een vlakker. Het is spijtig dat je bij kleurprofiel dat je eigenlijk maar twee opties hebt: ofwel all the way met de kleuren, dus heel felle verzadigde kleuren, ofwel heel vlak met de kleuren. Dat is een beetje spijtig als ze daar geen extra opties voor zien hebben. Rauw audio laat ik hier ook uitstaan en dan de shortcuts. Maar dus, dus de grootste verschillen van de twee voornaamste uh, GoPro profielen die ik gebruik, is zet hem dus in die uh, lens modus, oh, dus eigenlijk gewoon de, de view, de superview of de linear. En de andere was het kleurprofielen. hier color flat. Oké, okay, en dat is dan is er nog een klein stuk waarbij ik eigenlijk gewoon de vrij standaard instellingen gebruik van GoPro. Uh, heel felle kleuren, heel veel verscherpt. Uh, 4K 30 frames, ja, in de Linear Plus modus qua beeld. De standaard, wat heeft de standaard? Die heb ik waarschijnlijk nog nooit gewijzigd. Ja, die heeft nog de Auto White Balance staan bijvoorbeeld. Zou ik niet aanraden van te gebruiken. En Slow Motion. Kijk, bij Slow Motion zie je dat heeft hij een framerate van 120 omdat je dan nog veel ruimte hebt om, um, om je beeld eigenlijk uh, te gaan vertragen. Zo wat, bedankt voor het kijken. Dat was het voor mijn uh, GoPro.